Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Road to Commander aflevering. Vandaag moeten we natuurlijk weer zoveel mogelijk punten halen. Want hoe meer punten we halen, hoe sneller we level up gaan. En hoe sneller we natuurlijk deze serie ook... Opletten jongens. Hoe sneller we deze serie natuurlijk ook hebben voltooid. Want wat ik in deze serie moet doen, voor de mensen die het niet weten. Ik moet in deze serie zo snel mogelijk levelen van level 1 tot en met natuurlijk de beruchte level 55. Oftewel prestige 1 toe. Op dit moment zijn we level 42. We beginnen al langzamerhand naar die level 43 toe te werken. En we gaan kijken wat we kunnen doen. Kijk uit wat die vent gaat terugkomen. Holy shit, die was close jongen, die Tomahawk. Zo de knetter hé. Die Tomahawk was heel close. Oké, nee, we moeten goed gaan opletten. Ik zal op de HVK met high caliber en quick draw, puur omdat ik natuurlijk... Ja, hoor, hij komt gewoon terug terwijl er nog een teammate van me staat. Omdat ik natuurlijk nog niks anders erop heb staan. Want ja, ik ben dit nulste prestige. Dus ik heb natuurlijk nog niks om mijn wapen staan qua attachments of zo. Dus dat maakt alles de hele tijd een tikkeltje. Fucking kutcamper ben jij. Je zit er nu al de hele tijd, man. Dat maakt alles natuurlijk een tikkeltje moeilijker. Maar we gaan gewoon ons best doen. Ik gebruik de UAV, de leidingstrijk en de Rave als score streaks. Ik heb de Tempest aanstaan als specialist. En we gaan ons best doen. Als we bij de WD 3000 lijst kunnen halen, jongens, dan zou ik het alles vinden. 3000. Enemy has A. Be advised, hostile UAV incoming. Battery down. Ah, die assist, jongen. Dat was nou een vieze assist gewoon. Ik had die vent zelf kaart geraakt. En mijn teammate schiet hem heel veel snel af. Oké, nou maar aanpakken, hè. Dan heb ik weer 200 punten erbij, ja. Als ik geen kills kan krijgen, dan moeten we het op een andere manier doen, hè. Dan gaan we lekker vlaggen pakken. Ik moet echt zorgen dat ik chill attachments op dit wapen krijg, man. Komt er één aan? UAV inbound. Frag, move, move. Dank u jongens. Dan maar op die manier. Oh, wie hebben we nou weer refs aan staan? Ah, kut. Waarom gebruiken mensen van die hoge scorestreaks opeens, man? Ik heb ook de Rave aan staan, hoor, daar niet van. Ik heb zelf ook een hoge scorestreak aan. Dus ik mag niet zeuren. Nou, ik heb mijn Rave, alleen ja, ik ga hem niet inroepen, want er zitten rollen ballen door de map heen. Dus die gaan we toch alleen maar kills stealen. Dus het is beter dat ik nu gewoon niks inroep qua scorestreaks. Maar wie is dat dan? Oh, score hem 19-19. Je gaat 15 om 1. En die gaat nu wel alle kills nakken. Oh my god, dankjewel. Oh joh, jij redt mijn leven wel met die dingen, by the way. Kills doen we wel ook, maar oké. Ah, hij is al dood, kut. Kijk, nu zijn ze geracecut, zie je die enemies. Door die reps van hem. En bij de Raven hetzelfde racecut ook heel veel mensen door. Dus ik vind het altijd jammer, man. Blijf gewoon in het potje en probeer gewoon een goede score te halen. En iedereen moet altijd lief, man. We hebben op een gegeven moment echt gewoon strontvervelend van. Iedereen liefde als ze wat slechter gaan. Iedereen. Dus dit potje gaat heel snel voorbij. Dit potje gaat heel snel afgelopen zijn. Puur omdat er gewoon geen vlaggen worden gepakt. Dus de ronde zit er nu alweer op. Ik heb maar 13 kills. Ik heb maar 13 kills in één ronde kunnen pakken. Het gebeurt vaak op hun, hoor, dat je zo weinig kills kan pakken. Het gebeurt ook heel vaak dat je heel veel kills kan pakken, maar... Vaak heb je dit soort rondetjes. Gewoon omdat die enemies... Kijk, ze gaan daar staan. Probeer naar de zeevlag toe te lopen, weet je. Probeer de zeevlag te pakken. Probeer je best te doen. Probeer te winnen. En niet het opgeven en gewoon stil gaan staan, want daar heb je niks aan. Dan ga je sowieso niet meer winnen. Dan haal je scores van 215 als je dat doet namelijk. Maar ik heb mijn Rave nog. Ik hoop dat ik hem kan inroepen. Niet dat iemand anders hem inroept, want dan heb ik er alsnog niks aan. Maar dit zijn altijd potjes, daar kan je niks aan doen. Dat zijn gewoon van die... Ik vind het altijd poeppotjes. Dit zijn nou poeppotjes voor mij. Oh, nog een hetero. Dan racequitten ze sowieso, jongens. En dan komt mijn Raven nog aan. Ja, die enemies gaan 100% zeker liever nu. Ik kan het je garanderen zelfs. Nu kunnen die enemies helemaal niks meer. Een Raven en een hater. Wat wil je dat ze doen? Oh ja, kills doen we ook nog even, joh. Waarom niet? Kan er ook nog even bij, joh. Losing C en losing E. Dan gooi ik daar mijn leiding op. Dan hebben ze weer geen vlag, maar daar kan ik niks aan doen nu.
Zo, die granaten nog raken ook. Holy fuck. Je moet wel schieten als een enemy voor je staat, lieve schat. Ik ben gewoon die vlag aan het terugpakken. Ik heb nog 16 kogels. Ik ben ook bijna out of ammo. Maar nu niet meer. Wie de fuck gebruikt dit nou weer dit soort scopes, joh? Dankjewel. Oh, over zijn hoofdje heen, zag je hem? Hij is al dood, hij is al dood. Kijk, ik heb nog een rave. Zo, gewoon 12 enemies voor me staan, maakt niet uit. Alles onder controle, jongens. Ik heb die temps nu echt al lang vast, jongen. Dat is niet normaal. Doei. Oké, nog een lijnetje. Dan gaan ze sowieso C pakken. Oh nee, ze gaan niet C pakken. B pakken misschien. Probeer, gaan jullie het proberen, enemies? Of helemaal niet? Zo, even een ander wapen opgepakt, want ik had niks. Alles was op. Ja, ik ga wel lekker eigenlijk. Ik kan er niks anders op zeggen, maar... Zo, je bent nog owned ook, vriend. Zitten nu weer op C zitten ze nu. Oh, die zijn ook al dood. Ah, oh, wat een... Hij maakt een headshot. Dat is een lucky headshot van hem, man. Hij schoot, hij begon volgens mij meteen te schieten en ik raakte hem door zijn richting omhoog in. Dus dat is een scheid dead. Ik had wel nog een 20 streak, waar ik de nuclear probeerde te halen tegen deze mensen, maar... Ja, dan ga je op zo'n manier dood, dan kan je ook niks aan doen. Ook dom van mij, want ik had hem niet moeten challengen, bla bla bla. Ik ben dood, dankjewel. Maar fuck it, maakt niet uit, maakt niet uit. Mijn rave doet ook helemaal niks, jongen, gewoon. Gewoon helemaal niks. Gewoon, niet een klein beetje, maar gewoon echt helemaal niks. Nou, nog een rave dan maar. Misschien dacht ik deze iets te doen. Je weet maar nooit, hè. Misschien doet deze wel iets. Oh, 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 oh. Dankjewel, teammates. Ik denk dat ze hier gaan spannen. Spannen ze hier? Hallo? Ja, ze spannen hier. Oké, dan kan ik ze achtervolgen. Zo genijdeld tijd, jongen, als ze hier spannen. Spijt me, jongens, maar ik span hier ook. Oh, dat deed ik expres. Ik dacht, fuck it, ik wil die kill hebben ook. 41-7, anders stonden we 42-6. Als ik gewoon had geschoten, had ik hem gehad. Maar, hey, soms moet je even kutten, hè. En dan zit het pakje erop. Ah, oh, jammer ik die kill niet. Nou ja, mijn Rave heeft tenminste nog één ding gedaan. Hij heeft één killetje gepakt. 42-7 was eindscore. Die Corum die had één keer zijn reps gehaald, daarna ging niet meer. En een mooi potje neerzetten met nog eens een 20ste die ik ook. Alleen, ja, we hebben maar 5170 scoren. Dus ja, we hebben ook niet heel veel XP gehaald zoals je ziet. Dus dat is aan de mindere kant als je dit soort potjes hebt. Je haalt niet de XP die je wilt halen. Je haalt niet het maximale eruit, zeg maar. Omdat de pot zo snel is afgelopen. En omdat iedereen elkaar loopt de kills stealen, et cetera, et cetera. Is logisch hoor, daar niet van. Alleen het is gewoon jammer, het is gewoon irritant. Maar 42-7 is gewoon een mooie score. 6 captures, 6 defense. En ja, lekker. Lekker, oh, we hebben een gesture, wacht, ik wil ook iets doen. Ik wil ook wat doen. Yeah, wat moet je nou, hè? Wat moet je nou? Nee, awesome potje. Ik ga even naar mijn stats kijken natuurlijk. Alle enemies zijn kaart negatief. Dat is logisch, want ze hebben helemaal niks gedaan. Dus ja, dan is het logisch dat ze kaart negatief gaan. Maar, ja, even kijken naar mijn stats. We zijn sowieso level 43, dus we moeten nog 12 levels omhoog. Om level 55 te halen. Dus, op zich, weet je, we gaan snel. We gaan snel, maar het kan nog vele malen sneller als we gewoon die beestpotjes hebben. Gewoon echt beestpotjes hebben. Maar dat is het lastige. En dat is het moeilijke. Maar als we geluk hebben, hebben we ze wel. Dus ik weet het niet. Level 43. 2000 XP gehad voor de Rave. 5000 XP gehad voor de Tempest. Dat is heerlijk. En dan moet ik even kijken, even deze pot lieven, naar onze stats. Want we hebben een 3,98 kill death ratio met 1815 kills. We hebben een score van 219.130. Een score van 711. En een playtijd van 5 uur, 8 minuten en 21 seconden. Dat houdt in dat dit domination potje van net maar 8 minuten heeft geduurd. Want we hadden namelijk 5 uur playtijd precies. Dus het potje van net die heeft minder dan 8 minuten geduurd. Als je het vergelijkt. Dus dat was een heel snel potje. Maar op zich, we zijn over 43. Weet je, we gaan lekker. We moeten nog wel 30.000 XP halen voor level 44. Dus we moeten nog wel eventjes doorgaan natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk zoals je kijkt op de like knop. We hadden een lekker potje neergezet. Het kon veel beter, maar dat is helaas niet gebeurd. Dus zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.